Krapte op de arbeidsmarkt is een landelijk probleem. In Wijchen organiseren ze daarom nu voor de zesde keer een beroepenmarkt. Tijdens de beroepenmarkt maken werkzoekenden kennis met verschillende bedrijven en vinden ze misschien wel de baan van hun dromen. Werkzoekenden of mensen die een carrière switch overwegen konden vandaag terecht in het Mozaïek in Wijchen. Daar vond vandaag een heuse beroepenmarkt plaats, georganiseerd door Werkbedrijf Nijmegen, Het Werkt Wijchen en de gemeente Wijchen. Dit allemaal om de Wijchenaren op een laagdrempelige manier te helpen met het zoeken van een baan. Nou, bezoekers zijn hier welkom als ze vragen hebben over werk of als ze ideeën hebben over wisselingen van werk, het zoeken van een andere baan. Gelukkig vinden de meeste mensen gewoon zelf een baan, maar voor een aantal mensen in onze gemeente is het wat lastiger. En daarom proberen we het zo laagdrempelig mogelijk ondernemers bij elkaar te brengen om te kijken wat hebben we in de aanbieding en voor werkzoekenden wat zou ik dan leuk vinden, wat kan ik doen. Uit elke sector is wel een bedrijf te vinden. Van ICT tot aan de zorg en van beveiliging tot aan de horeca. Voor ieder wat wils. Met extra focus op lokale bedrijven. We hebben de focus gelegd in eerste instantie op bedrijven hier in het Wijchense. Maar we hebben ook geprobeerd een verdeling te maken in branches. Dus echt een beetje van alles wat. Dus zelfs een leidekkersbedrijf die buiten een stand hebben staan waar je kunt zien hoe je dak moet leidekken, heet het geloof ik. Vervoersbedrijf Transdev, dat onder andere het busvervoer onder de naam Breng in de regio Nijmegen en Arnhem verzorgt, zoekt collega's. Nou, we komen nu echt wel veel chauffeurs tekort. Vooral in de drukkere periodes komen we veel chauffeurs tekort. Dus dan is de werkdruk ook wat hoger. Ja, en gaan ook heel hoop met pensioen. Ja. En daar willen we toch ook wel weer nieuwe enthousiaste kandidaten voor terug. De vorige editie van de Wijchense beroepenmarkt had 300 bezoekers. Een reden om het dit jaar weer te organiseren. We hopen dat dit jaar dat er natuurlijk net zoveel komen of meer. We hopen natuurlijk te overtreffen. Ja. Omdat er toch gemiddeld best wel veel mensen op afkomen. En dan hopen we ook een hele hoop te kunnen werven. Ja.